Vier silo's bij de boerderij van Suzanne Rusink in Aalten transformeren in grote kunstprojecten met een Achterhoeks karakter. De boerin deed het idee op in het buitenland en hoopt dat haar opslagtanks in de toekomst een toeristische trekpleister worden. En toen reed ik een keer door de Outback in Australië, waar helemaal niks is. En in één keer stond een hele rij campers op een rij. En toen dacht ik, wat is hier dan te doen? En toen reed ik er voorbij en toen keek ik achterom en toen zag ik van die hele grote graansilo's. En die waren helemaal beschilderd met gigantisch mooie schilderingen eigenlijk. Dus toen dacht ik, hey, ik heb hele lelijke silo's op mijn boerderij. Daar kunnen ook wel een aantal mooie schilderingen op. En misschien kunnen we mensen uit de Randstad dan zover krijgen om eens een keer hier te gaan kijken. Street art kunstenares Rosalie de Graaf uit Doesburg greep de uitdaging aan en startte vorige week met het grote project. In overleg met Stichting Pakkan en Achterhoek Toerisme kregen vier bekende Achterhoekers een schildering op de silo's. En elke silo staat voor een bepaald thema in Achterhoek. We hebben Ronnie Degen, hij is ondernemer, staat voor ondernemerschap in Achterhoek. Dan heb je mevrouw Mekes en zij was een van de oudste bezoekers van de Zwarte Cross. Zij staat voor de gemeenschap. Dan hebben we Jelle van Gorkum, hij is BMX'er, Olympisch BMX'er. En hij staat voor de veerkracht en de sport. En dan hebben we Luca, en dat is het zoontje hier van boerin Suzanne. En hij staat voor de jeugd en vertelt het verhaal van de boerderij. Stichting Achterhoek Toerisme hoopt volgend jaar in elke gemeente van de Achterhoek een bouwwerk te voorzien van schilderingen. Hoewel de plannen nog niet concreet zijn, ziet boerin Rusink voldoende kansen. Grote objecten in het landschap die met de landbouw te maken hebben, daar willen we eigenlijk wat mee doen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen het Friesheus in Steenderen. Dat zijn allemaal elementen die komen in één keer in het landschap. Daar is ook best wel veel weerstand. Je kan het ook andersom draaien. Stel dat mensen daar in die omgeving mogen kiezen wat voor een portret of schildering erop komt te staan. Dan neem je ze ook mee in iets en dan kijken ze misschien anders tegen iets aan. Welke kunstenaars de andere projecten gaan verzorgen is nog niet duidelijk, maar Rosalie is zeker beschikbaar. Ja, ik mag zelf ook andere kunstwerken maken in deze regio, maar we halen ook nog andere kunstenaars erbij. Super tof, want ik vind het super leuk om in mijn omgeving mooie kunstwerken achter te laten.